Trainer Henk de Jong, morgen eindelijk weer voor het Echi. Zin in? Ja, heerlijk. Ja, we hebben er echt zin in. Ik heb ook niet verkeerde spanning. Ik heb er zo'n zin in. En morgen ben ik wel weer zenuwachtig van tevoren. Maar alleen maar om één ding. We willen het graag goed doen. Nou ja, dan gaan we afwachten. En zelf weer helemaal hersteld? Ja, ik was van een week al fit. Alleen toen kreeg mijn vrouw. Toen mocht ik hier weer niet komen, man. Ik was topfit. Maar klaar, we nemen het heel serieus. Dus ik sta 100% achter mijn dokter en achter de fysio. Havi Bisschop. Goed overleg mee gehad. We proberen er echt op te passen dat we goede dingen doen. En dat zal ook moeten, hè, voor de veiligheid van een ieder. Een bizarre voorbereiding eigenlijk voor iedereen in het voetballand. Zijn jullie er klaar voor? Nee, wij zijn er klaar voor. De jongens zijn er klaar. De jongens hebben er zin aan. We hebben van alles meegemaakt in de voorbereidingen. Tot coronagevallen toe. Vlak voor de wedstrijd. Hele pad. Maar daar hebben we wel van geleerd. En ik ben wel blij dat Aad de Graaf tegen me zei: Henk, je moet eigenlijk wel spelen. Want dit kan in de competitie worden. Moeten we ook spelen. En daar hebben we van geleerd. Dus goed gedaan van Aad. Er zit ook weer iets meer supporters. Het uitvak is verbouwd ook door supporters. Hoe mooi is dat om dat te zien? Ja, potverdorie. Dat is onze 12e man. Dat is ook het succes, hè, van vorig seizoen. En wat er allemaal gebeurt is ook het succes van de 12e man. Die hebben ons op de been gehouden, de club. En met de sponsoren samen. Maar dat zijn ook supporters. Dus nee, ik ben blij dat ze er weer zijn. Mees Hoedemakers, eindelijk weer voor het Echi. Hoe erg heb je dit gemist? Ja, heel erg, als ik heel eerlijk mag zijn. Het is toch wel een tijdje geleden natuurlijk. En als proefvoetballer wil je toch wedstrijden spelen waar het echt om draait. Dus ik kan ook echt niet wachten om morgen weer een competitiewedstrijd te spelen. Hoe heb jij de voorbereiding beleefd? Zijn jullie er sterker op geworden? Ja, de voorbereiding is natuurlijk voornamelijk om fit te worden. En ik denk dat aardig gelukt is. We hebben wel echt wat goede potjes kunnen spelen. Minuten kunnen maken tegen goede tegenstanders. Dus de voorbereiding is me goed bevallen. En we zijn klaar om morgen te beginnen. Nu wilden jullie er graag ook een stapje bovenop doen. Hoger instappen. Wat merk je daar zelf van als speler? Nou, je merkt gewoon dat je best wel hoog... Zeg maar omdat we hetzelfde team hebben gehouden, dat je best wel een goed niveau al aan het begin had. Dus dat je daarin sneller is gegaan, het sneller ontwikkeld als team. En dat je nu al denk ik op een hoog niveau zit en dat je vorig jaar zat toen we nog een heel nieuw team hadden. Ja, dat merk je wel en ik denk dat we er goed op staan met z'n allen. Nou ben je zelf even bij NEC geweest ook. Wat is je indruk van het team? Nou, de laatste twee wedstrijden gewonnen. Voetballend hebben ze spelers op positie staan die kunnen daar echt wegvoetballen, hè, op het middenveld. Ja, het is een lastige tegenstander. Alleen liggen ook kansen voor ons en daar kijken we naar. Maar zo kijkt NEC ook naar ons. Nou, dat is natuurlijk gewoon een goede ploeg, goede spelers. Een bepaalde tactiek waar wij natuurlijk ons antwoord op hebben. En het zijn gewoon goede. Wij gaan gewoon van eigen kracht uit en we gaan gewoon ons best doen. En dan heb ik vertrouwen in dat wij gaan winnen. Voor 2400 man. Het zit weer helemaal uitverkocht. Ondanks de omstandigheden en dat er niet gejuicht mag worden. Niet ideaal, maar wel mooi, hè, dat ze er zitten. Ja, absoluut, absoluut. Ik kijk er echt naar uit. Leuk dat er weer wat supporters bij kunnen zijn. En ik kijk er naar uit. Ik hoop echt dat we een mooi potje kunnen neerzetten voor ze. En dat ze ondanks dat ze niet mogen juichen nog wel kunnen genieten. Een doelpuntje van onze nummer 6. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Ik ga ervoor.